Naar aanleiding van de Dag van Europa op 9 mei organiseren Rijkenvelde VZW, het Vlaams Parlement en het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap VLEVA jaarlijks de State of the European Union, een lezing over de Europese integratie door een vooraanstaande Europa-watcher. Voor de editie van 2013 verwelkomden we niemand minder dan Gerard Mortier, artistiek directeur van het Teatro Real in Madrid. De titel van zijn visie op Europa's toekomst is Geef Don Juan en Faust een kans. Rijkenvelde, het Vlaams Parlement en VLEVA dagen ook elk jaar Vlaamse jongeren uit om een beeld te schetsen van hun ideale Europa. De Junior State is een essaywedstrijd voor leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs. Het begrip essay mocht creatief ingevuld worden. Het thema was de toekomst van Europa. De op twee na beste inzending van dit jaar gaat volgens de jury naar L'Union fait la force en werd geschreven door Michiel Hageman. De tweede prijs en de bijbehorende €750 gaan, netjes verdeeld in drie, naar Evelien Kouwels, Sigrid de Pre en Paulien van Nieuwenhuizen. En dan vraag ik nu uw aandacht voor de winnares van de Junior State of the European Union editie 2013. Na een slopende deliberatie heeft de jury geoordeeld dat de beste inzending van dit jaar geschreven werd door Louise Willems. Ik hou van theater, geel, moeilijke woorden, choco, borgen, in de metro zitten, rode lippenstift en de geur van appelthee. Ik vraag me af wat precies van al die zaken mij Vlaming, Belg of Europeaan maakt, wat onze identiteit bepaalt. Ik denk dat het sowieso al heel moeilijk is om vooruit te geraken met Europa. En als je dat dan gaat doen zonder dat ook je bevolking, je burgers achter je gaan staan, dan wordt het echt een serieuze opdracht. Dus er moeten echt wel, denk ik, maatregelen genomen worden om dat te versterken, dat burgerschap. De State of Arts laat leerlingen toe creatief en innovatief te zijn. Werkstukken in de meest uiteenlopende vormen rond Europa kwamen voor de prijs in aanmerking. Naast het Sloveens, welke twee talen worden nog gesproken in Slovenië? Italiaans en Hongaars. Juist. En zo verzamel ik centjes door vragen correct te antwoorden. Ik denk na al het literaire geweld nu ook hoog tijd voor een streepje creativiteit. Op de derde plaats is geëindigd Actua in Visitatie van klas 6HA van de Visitatie van Marjakke. Wat de tweede plaats betreft waren we van het jury eigenlijk vooral overtuigd of gecharmeerd door de knapheid van het werkstuk, zowel qua techniek, maar ook qua symboliek. Elyseum van de klas 6, de textiel- en designtechniek. Ik zou heel graag eigenlijk die gouden medaille, die eerste prijs, graag uitrekenen aan de klas oud 2A-S van de SBSO, de Varens uit Knokke-Heist, voor hun werkstok The Crazy European Game. APPLAUS